Speciaal voor het warmere weer zijn er zomerhandschoenen ontwikkeld. Het is een beetje boven de 20 à de 25 graden en die kunnen door luchtdoorlatende materialen nog steeds comfortabel zijn en je daarnaast ook nog eens heel erg goed beschermen. Ik ben Mark van Motor Kleding Center TV en in deze video help ik je bij het uitzoeken van het juiste paar zomermotorhandschoenen. Kenmerkend voor zomerhandschoenen is dat ze zijn voorzien van luchtdoorlatende materialen. Zeker als je boven de 25 à 30 graden komt, is eigenlijk alles te warm, maar je wil natuurlijk niet zonder handschoenen de motor op, dus hebben de fabrikanten geprobeerd om zoveel mogelijk luchtdoorlatende materialen toe te voegen. Dat zien we eigenlijk in alle handschoenen terug, alle zomerhandschoenen, maar dan wel op verschillende manieren. We zien dat bijvoorbeeld deze handschoen is voorzien van een luchtdoorlatend meshmateriaal en dat een chopperhandschoen weer volledig van leer is gemaakt, maar dat die is geperforeerd. Dat wil zeggen dat er kleine gaatjes zijn toegebracht, waardoor er lucht door de handschoen heen kan stromen. Nou, wat we eigenlijk direct zien is dat een zomerhandschoen vaak een wat kortere handschoen is. We zien wel dat ze wat langer zijn, maar je wil eigenlijk zo min mogelijk handschoenen aan. En wat dan heel belangrijk is, is dat je hem wel kan sluiten rondom de pols, zodat de handschoen niet uit kan glijden mocht er wat gebeuren. Daarnaast is het zo dat afhankelijk van je smaak en het type motor dat je rijdt, je zoekt naar een handschoen die daar goed bij past. Vaak heb je daar zelf al een beeld over, maar wat over het algemeen zo is, is dat een volledig leren handschoen vaak een beetje richting de chopper en de tour gaat. En dat ze zomerhandschoenen voor op een sportieve motor herkennen aan knokkelprotectie. En dit is bijvoorbeeld een allroad of een tour zomerhandschoen die redelijk neutraal is qua design, maar toch heel erg veel bescherming biedt. Als we beginnen bij de zomerhandschoen voor tourmotorrijders, zien we dat deze handschoen gemaakt is om heel comfortabel te zijn, vrij zacht en de protectie die voel je bijna niet zitten. Nou is het zo dat als je lange afstanden gaat rijden, veel kilometers maakt, dat je gewoon wil dat zo'n handschoen zo comfortabel mogelijk is. Maar ja, een handschoen is altijd een compromis tussen veiligheid en comfort. Nou heeft Revit dat bij deze handschoen erg goed gedaan. We zien dat hij op de pols is voorzien van zo'nzelfde protector, op de knokkels en op de vingers. En dat wil zeggen dat hij daar stootbescherming biedt. En voor de rest is deze handschoen gemaakt van slijtvast materiaal. Nou, we zien op de bovenkant duidelijk luchtdoorlatend materiaal, dus dat is 3D mesh materiaal. Komt de lucht in, verspreidt zich door de handschoen en kan je zo maximaal koelen. En aan de binnenkant zien we dat die is afgewerkt met stevig leer en aan de buitenkant is gestikt, zodat je maximaal gevoel hebt met wat je doet met de motor. Sportzomerhandschoenen, ja, die herkennen we altijd duidelijk aan een wat hardere protector bovenop. Eventueel ook een harde polsprotector, zit hier ingebouwd en deze heeft een harde carbon knokkelbeschermer. We hebben daar ook gewoon kunststofbeschermers voor, dus een beetje afhankelijk van wat voor smaak je hebt en wat je mooi vindt. Achter deze knokkel zit memory foam, dus dat wil zeggen dat die in het begin wel wat strak kan zitten, maar daar uiteindelijk je hand in dat foam wordt geduwd, waardoor die knokkelprotector echt heel goed om je hand gaat zitten en je dus zo maximaal kan beschermen. We zien vaak dat een beetje meer chopper of custom handschoenen voorzien zijn van wat minder protectie. Wel volledig zijn gemaakt van slijtvast leer, maar dat, ja, wat ik zei, altijd een compromis tussen zowel protectie als comfort, maar ook tussen looks natuurlijk. Dit past weer heel goed bij een Harley of bij iets anders als een chopper of een custom bike. Nou zit er ook in deze handschoenen een heel erg groot prijsverschil. We hebben zomerhandschoenen vanaf €30, maar doorgaand tot zelfs €150 à €200. Let er even op dat te maken heeft met de verschillende materialen die worden gebruikt. Dus bepaal voor jezelf goed wat voor budget je hebt. En je kunt daarna aan de hand van de filters voor jou de beste motorhandschoen uit onze webshop filteren. Vond je deze video nuttig? Klik dan op een duimpje omhoog en wil je op de hoogte blijven van alles wat Motor Kleding Center doet? Volg ons dan op Facebook, Instagram of abonneer op ons YouTube kanaal. Wilt u weten wat voor je de ideale maat motorhandschoen is? Blijf dan even hangen. Ik ben Mark van Motor Kleding Center TV en bedankt voor het kijken.